Ieder jaar komt tijdens de jaarwisseling gemiddeld één persoon om het leven. Daarnaast raken elk jaar honderden mensen gewond als gevolg van vuurwerk en worden zo'n 11.000 incidenten geregistreerd. De jaarwisseling is daarmee op veel plaatsen in Nederland al decennia lang het onveiligste feest van het jaar. Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid was dat de reden om in 2017. Een onderzoek in te stellen naar de veiligheidsrisico's rond de jaarwisseling. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is een onafhankelijke organisatie die zich richt op het vergroten van de veiligheid van burgers. De raad doet onderzoek naar ongevallen en rampen, maar ook steeds vaker bredere veiligheidsvraagstukken, zoals de viering van de jaarwisseling. Onderzoeken van de raad zijn niet bedoeld om schuldigen aan te wijzen of om aansprakelijkheid vast te stellen. Het doel van alle onderzoeken is om te leren en om, waar nodig, aan partijen aanbevelingen te doen om de veiligheid te verbeteren. In het onderzoek naar de veiligheidsrisico's rond de jaarwisseling zijn die aanbevelingen: Verbied vuurwerk dat in de praktijk veel letsel veroorzaakt, tot gevaarlijk gedrag uitnodigt of veel overlast veroorzaakt, zoals vuurpijlen en knalvuurwerk. En neem als gemeente de regie en zorg dat de viering een meer georganiseerd karakter krijgt. Om incidenten te voorkomen. In 2017 publiceerde de Raad in totaal acht uitgebreide onderzoeken. De Raad deed voor de tweede maal onderzoek naar Otfjell Terminals Rotterdam. Daarbij is nagegaan welke acties partijen hebben ondernomen na de stillegging van Otfjell in 2012 en de aanbevelingen van de Raad uit 2013. De Raad constateert dat er nog tekortkomingen zijn in de beheersing van de veiligheid bij BRZO-bedrijven en het toezicht daarop. Het aantal vluchten van en naar Schiphol groeit sneller dan verwacht. Voordat besloten kan worden over groei van de luchthaven Schiphol, moeten de risico's voor het vliegverkeer op en rond de luchthaven worden aangepakt. Het ontwerp van de luchthaven en het systeem voor de afhandeling van het vliegverkeer. Zijn zo complex dat dit structurele problemen oplevert. De grenzen van een veilige afhandeling van het vliegverkeer komen in zicht, concludeert de Raad in het onderzoek Veiligheid Vliegverkeer Luchthaven Schiphol, dat in 2017 werd uitgevoerd. Er is een fundamentele discussie nodig over de toekomst van de luchtvaart en de groei van Schiphol. De Nederlandse staat moet nadrukkelijker de eindverantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van vliegverkeer op en rond Schiphol. De onderzoeksraad heeft onderzocht hoe het mogelijk was dat er bij Shell Moerdijk ruim twee maanden een grote hoeveelheid van het kankerverwekkende ethyleenoxide onopgemerkt in de atmosfeer kon vrijkomen. Shell Moerdijk en vergelijkbare bedrijven moeten de veiligheid van de omgeving centraal stellen. En meer maatregelen nemen om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te voorkomen, ongeacht de mogelijke effecten van de emissie. De onderzoeksraad heeft onderzoek gedaan naar een ongeval tijdens de verbouwing van het voormalige Vromgebouw in het centrum van Den Haag. Daarbij kwam een voorbijgangster door vallende stijgerdelen om het leven. Bij omvangrijke bouwprojecten in drukke binnensteden. Moeten gemeenten, opdrachtgevers en bouwers continu scherp blijven op de veiligheid van de omgeving? Op 22 maart 2016 oefende het korpscommandotroepen van de Koninklijke Landmacht in een schiethuis van de Politieacademie in Ossendrecht. Tijdens de oefening schoten de cursisten met scherpe munitie en werd een instructeur in opleiding dodelijk getroffen. Ondanks de bestaande veiligheidsvoorschriften. Is de leiding van Defensie bij een schietoefening van het Korps Commandotroepen niet op professionele wijze omgegaan met de veiligheid van het eigen personeel? Dat roept bij de Raad vragen op over de veiligheidscultuur binnen de gehele Defensieorganisatie. De Raad beveelt Defensie dan ook aan om te onderzoeken hoe men op alle niveaus binnen de organisatie omgaat met de veiligheid van het personeel. Op 21 augustus 2016 brak de mast af van het historische zeilschip Amicitia bij het binnenvaren van de haven van Harlingen. Hierbij kwamen drie mensen om het leven. De Raad deed onderzoek en heeft het volgende aanbevolen. Om de veiligheid van passagiers te waarborgen, moet de bruine vlootsector van historische schepen professionaliseren. Op 6 juli 2016 explodeerde tijdens een oefening in Mali een granaat onder in de mortier. Twee mortierschutters kwamen direct om het leven. Een derde militair die de oefening filmde raakte ernstig gewond. Uit het onderzoek blijkt dat de mortier op de juiste manier is geladen en dat de granaat is geëxplodeerd met de ontsteking in de veilige stand. De Raad constateerde ernstige tekortkomingen in de zorg voor de veiligheid van Nederlandse militairen tijdens de missie in Mali. Dit betrof zowel de veiligheid van de mortiergranaten als goede militaire gezondheidszorg. De Raad concludeerde dat het belang van munitieveiligheid en goede medische voorzieningen ondergeschikt is geraakt aan de voortgang van de missie in Mali, en deed de minister van Defensie daarom de volgende aanbevelingen. Zorg voor een passende risicobeheersing en maak inzichtelijk hoe de veiligheid en gezondheid van Nederlandse militairen wordt gewaarborgd. Verbeter de zorg voor wapens en munitie, zodat deze veilig kunnen worden gebruikt. Verbeter de acute medische zorg voor internationale militaire missies. Naast deze afgeronde onderzoeken startte de Raad in 2017 nog acht uitgebreide onderzoeken. Die in 2018 worden afgerond en gepubliceerd. Het onderzoek Samenwerken aan nucleaire veiligheid was daarvan het eerste. Bij het maken van dit jaaroverzicht was het rapport al gereed en door de Raad gepubliceerd. De Raad heeft niet alleen in Nederland, maar ook in België en Duitsland onderzoek gedaan en beveelt het volgende aan: Verbeter de samenwerking met België en Duitsland om goed voorbereid te zijn op een kernongeval. De drie landen moeten meer samen oefenen en organiseren dat ze beter met elkaar communiceren over de te treffen maatregelen. Verbeter de informatievoorziening aan burgers door in begrijpelijke taal te communiceren.